binnen. Ja, en ze had het over de helft van de stemmers op Trump. Dus dat is ongeveer een kwart van de mensen die nu in Amerika naar de stembus zijn gegaan. Volgens mij denk dat dit het best een beslissend moment is geweest voor een heleboel stemmers. Om vol te houden en de overwinning te hebben opgelegd. De vinger van Silvana heeft de vinger opgestoken. Volgens mij heeft Trump op een televised interview, dus iets dat we ook echt allemaal kunnen checken, in de jaren 90, misschien wel 80 al gezegd: als ik nou ooit presidentskandidaat wil worden, dan word ik het voor de Republikeinen. Die mensen zijn zo dom. Ik kan ze alles voorschotelen en they will eat it. Over arrogantie gesproken. Ja. Dat is precies wat hij nu heeft gedaan. Dat heeft hij heel goed gedaan. Ik geloof dat wat wij hier zien. Ik weet niet of dit wel klopt. Dat wij... ik heb het bewegend beeld gezien. Ja? Ik heb het bewegend beeld gezien. Nou goed, dat hebben we dan niet. Maar goed, hij heeft natuurlijk de hele campagne aan elkaar geregen met dit soort bijna hilarisch, als het niet zo treurig was, uitspraken. Hij kan zich dat permitteren. Daar kunnen we nou niet meer verbaasd over gaan doen. Wij hebben het gevoel, Silvana, overigens, dat we nog één ding moeten rechtzetten. Ik moet je zeggen, toen ik het net zag, had ik daar al wat twijfels over. Het gaat over dit. We hebben dat ook laten zien, maar... volgens onze redactie klopt dit niet en is dit, is dit een Photoshop. Dus sorry dat ik het zo dan op deze manier zeg. Dan moet ik het terugnemen en ben ik in de social media valkuil gevallen. De zoveel vragen over Trump. Hier aan tafel. Dit was hem voor vanavond. Hou je geld. Lekker slapen allemaal vanavond. Hè? Morgen is de wereld er gewoon nog steeds. Met misschien wel een beetje zonneschijn. Wil je dit nou vrolijk afsluiten hierop? Nou ja, best wel. Kon niet beter. We gaan zingen. Kijk, blij. Dank u wel.